Hey mensen en welkom bij deze nieuwe video op dit kanaal. Olly is weer natuurlijk. Ja, maar ik ben niet Olly. Dat hebben jullie goed gezien. Ik ben Luc. Ik doe een gastrol. En ja, abonneer mij. Linkje staat in de beschrijving. Insta staat hier ergens. Dus doe dit even. We gaan direct beginnen. Want er is dus iemand die heet Lilica of Blue Cactus en Kiertje Kira. Tenminste, die wou dat we Starship hebben gaan doen. Alleen is Olly gewoon te lui om dit te doen. Dus ga ik het zelf wel doen. Dus ik ga het van use the arrow keys to as we do and keys moves. Oké. Okay. Daar staat Justin. Hoe werkt dit? Yo, Justin. My name is Justin and I run the stable with my dad. Ja, dit interesseert me eigenlijk vrij weinig. Nee, gewoon lekker klikken op yes, ook set. Ik ben helemaal prima, jongen. We zijn een Star Rider. Oh, maar hoe kom ik nu op het paard? Ik snap het niet, ik kom niet vooruit. Of moet ik dit zo bijdraaien? Oké, jongen, het is een moeilijk spelletje. Het is niet voor iedereen weggelegd. Maar jongens, gelukkig ben ik een professionele gamer. En ik moet natuurlijk easy lukken. We zijn lekker een spelletje aan het bespelen en very nice, denk ik, of zo. Beurter, we hebben een paard. We gaan lopen met de paard. Let's go. We pakken ze. Dit gaat niet snel. We lopen tegen de muur aan. Hoe kom ik eraf? Spatie. E. Escape. Hoe kom ik eraf? Moet ik hier... Oh, ja. Ah, ja, maar ja. Ja, dat interesseert me weer vrij weinig. Nou, we gaan gewoon lekker tegen haar. Gewoon yes. Klik gewoon op yes. Het interesseert me eigenlijk vrij weinig wat we gaan doen. We hebben tenminste tegen de stable girl gereceived of zoiets. Dus jongens, jullie snappen al. Ik ben natuurlijk een professionele gamer. En daar staat een of andere meisje lekker te zwaaien en te doen. Ik denk dat de naam Jenna is. We gaan er lekker naartoe, dus rennen, dus klik gewoon lekker B. Oh ja, stoppen. Maar ik wil van het paard af, maar ik weet niet hoe ik eraf kom. Ik ga het alle tekst niet lezen, jongens. Ik ga geen tijd in het spel. Press the button to start the race. Race. Engels. Ok. 2, 1, go. We moeten lopen. Let's go. Kijk, dit lukt nog wel. Zouden we niet over rare obstakels heen moeten? Nee, we kunnen springen. Dat is wel vet. Jongens, we gaan 3, 2, 1, run. Easy, jongens. We did it. Ah, jongens, ik ben zo ongelooflijk goed in het spel. We hebben de race gefinished. Ja, yeah, nice work. I know I'm so fucking good in this game. Ik ben level up zelfs op allemaal speel. Yes, ik vind het prima. Oh, oké, jongens, we hebben de jumping lesson. Maar ik heb al leren springen. Je moet gewoon even zo kijken. Je moet gewoon even op spatie klikken. Ja. Oh. Het is iffy battlend. Kan ik mijn naam veranderen? Ik kon gewoon eten Henk. Of Jan. Of Johan. Maar nee, we eten weer I feel bad. We gaan niet lekker over dit plankje heen springen, rennen zo hard als je kan. Huts. Dit is gewoon letterlijk de makkelijkste spel die ik ooit gespeeld heb. Hey, dit is de chat. Hey, malse makkers. Eindelijk. Professionele gamer. Jullie zien het allemaal. Ja, ik zie dat jij met me wil praten, maar we gaan even op onderzoek uit. Want ja, ik ga niet alleen maar van die rare missies doen. Ik ga gewoon even kijken of we dat nog wat te doen. Zijn mijn haar zit natuurlijk weer helemaal goed. Yo, hier is een hoefijzer mens. Daar kan ik ook mee praten, maar het interesseert me ook vrij weinig. We gaan hier ook lekker langs. Dus is een keer alleen maar een beetje op ijzer te slaan. Hé, hey, wie loopt daar? Er loopt een man. Er loopt een man. Het is een manneke.
Yo, we gaan even met jou praten. Yo man, hoe gaat het ermee? Maar het lopen is een beetje slecht. Yo. Yo. Yo, ze antwoorden niet echt ofzo. Hallo? Nee, ik denk niet dat ze zo spraakzaam zijn, maar ze lopen met een rare ding op de rug. Ik denk dat ze iets slechts van plan zijn, jongens. Ik denk dat ze iets slechts van plan zijn. Maar jongens, ik denk dat ik ga even die mooie berg daar. Maar jongens, ik zie hier ook een of ander raar ding of zo. Laten we er even naartoe gaan. Dan loopt hij nog een mannetje. Ik wil dit ding even hebben. Ik ga hier even in rijden als het mag. Yo man, wat doe jij hier? Mr. Campbell. Ah, ik denk dat ze kapot is, jongen. Ik ga even kijken voor je. Hier een fotootje achter de foto. Een fotootje maken. Dub nul tijd. Let's go. Thumbnail. Jongens, we gaan even een lekker thumbnail maken met de Mr. Campbell en de ding foto. Thumbnail. Tijd voor een thumbnailtje. Thumbnail tijd. Ja, ja, zeker. It's time of day. Ja, zoiets is wel leuk. Hè. Filter. Ja, ik wil er wel een lekker filter hierheen. Ja, lekker droogje. Lekker mars. Logoetje. Ja, is ook wel handig, ik dacht er zelf niet meer, ik vond dat er niet meer te zetten. Ja, daar hadden we wel van weg. Field of view. Zoiets. Zal wel jongens, maar ja, we hebben al een thumbnailtje en ik... Het is misschien... Het is niet de langste video, snel. Maar wel de leukste, omdat ik erin zat. Maar jongens... Ik ga de video even afsluiten. We gaan hier lekker op het randje staan. En ja, dan hoop ik dat jullie deze video heel erg leuk vinden. En ja, willen jullie misschien nog ooit een keer nog een Starstable afleveringen te zien op dit kanaal? Misschien moeten jullie gewoon even allemaal spammen onder deze video en alle andere video's van Olly. Gewoon doe meer Starstable, zeg maar. Stuur het allemaal even. En dan misschien komt er wel meer Starstable. Misschien ga ik nog... Ja, rek je mij even uit. Misschien ga ik er nog wel meer Starstable doen. Dus jongens, tot die tijd, abonneer even op dit kanaal, like even deze video, zet even dat belletje aan. Wat je ook even zeker moet doen is op mijn kanaal abonneren en daar even alle video's even liken, alles bekijken. En ook daar een belletje aan zetten. Volg even op Insta, hier. Volg even onder op Insta, hier. En dan hoop ik dat jullie zien. Nou, we gaan bij de volgende video. Peace.